ademhalingsorganen, spijsverteringsorganen en uitscheidingsorganen. Dat zijn de drie groepen waar de drievoudige verwarmer invloed op heeft. Op deze processen, op deze drie processen. Bovenste verwarmer, ademhaling, inademen, uitademen. Middelste verwarmer, spijsvertering. En onderste verwarmer, uitscheidingsorganen. De drievoudige verwarmer is dus betrokken bij ontzettend veel lichaamsprocessen. En ook geeft hij energie aan de schildklier. En de interactie tussen verschillende klieren die tot hormonale stelsel behoren. Dus die vallen ook nog onder het energieveld van de drievoudige verwarmer. Al met al een ontzettend belangrijke meridiaan die dus niet specifiek aan één orgaan gekoppeld is. Mocht je klachten hebben rondom gewichtswisselingen of schildklierproblemen, spijsverteringsproblemen, infecties, maar ook emotionele onbalans. Dat kan allemaal te maken hebben met die drievoudig verwarmer meridiaan. Allergische reacties overigens ook nog. De boodschap van die meridiaan, en mocht je daar iets in herkennen, dan is die boodschap voor jou bedoeld. Dan zeggen we, de boodschap van de drievoudig verwarmer meridiaan is, breng datgene wat je van binnen voelt tot uitdrukking in je leven. Herstel het evenwicht tussen je binnen- en buitenwereld. Wat een prachtige boodschap. Breng datgene wat je van binnen voelt tot uitdrukking in je leven. En herstel het evenwicht. Ik kon even niet op het woord komen. Het evenwicht tussen je binnen- en buitenwereld. Nou, wie heeft daar niet mee te maken? Je buitenwereld is in feite volgens deze holistische leer een afspiegeling van je binnenwereld. En ja, ook vanuit mijn coachopleiding kan ik dat beamen. Omdat we toch vanuit ons onbewuste en onderbewuste bepaalde geloofsovertuigingen hebben. En wat je gelooft wordt uiteindelijk waarheid. Dus als er iets zich afspeelt in je buitenwereld waar je niet blij mee bent, dan kun je gaan kijken van, hey, wat zit er dan in mijn binnenwereld dat niet strookt met wat ik eigenlijk wil? Dus wat zit mij in de weg? Wat is er aan de hand dat overschrijft datgene wat ik wil? Er zit een onbewust patroon. De bedoeling van de buitenwereld is om jou te helpen om dat onbewuste patroon bewust te worden, zodat je er wat mee kan. Oké, dus tot zover de boodschap van het drievoudig verwarmer meridiaan. De bodycoaching opleiding die ik gevolgd heb daarmee, dat is dit boekje trouwens, is heel leuk. Aria den Hartog, die heeft dat geschreven. En het boekje heet Bodycoaching, je lijf, je leven. Dit boekje is ontzettend toegankelijk. Het is ontzettend leuk om te lezen. Er staan ook hele mooie afbeeldingen in. Het leest super prettig. Het is echt voor alle niveaus is het makkelijk te lezen en geeft het je weer nieuwe inspiratie. En dat is toch, ja, ik ben niet een enorme boekenworm. Dus dit zegt wat als ik een boekje heel leuk vind. In ieder geval, tijdens mijn opleiding met de bodycoaching zijn we gaan kijken naar de spier die betrokken is bij de meridiaan. En door die spiertesten te doen, kun je dan kijken of zo'n meridiaan in of uit balans is. Nou, voor de drievoudige verwarmer meridiaan is dat de kleine ronde armspier. En die testen we op een bepaalde manier, waardoor we daar weer een leuke Do-in yoga oefening uit kunnen halen. En hoe gaat die oefening nou? Dat gaat als volgt. Je gaat zitten, je doet je ellebogen in je zij en je handpalmen zijn omhoog. Het is een hoek van 90 graden. En je gaat je arm naar binnen brengen. En tegelijkertijd doe je alsof iemand hier duwt dus. Maar alsof jij het ook tegenhoudt. Dus je gaat met de armen de beweging naar binnen maken. Maar doe alsof je het tegenhoudt. Dus je kan je voorstellen dat hier een soort grote
schijf van energie is die je dan in gaat drukken. En daarom werkt het heel fijn op je uitademing. Dus je armen zijn opzij. En met je uitademing breng je ze naar binnen. Ik zal even iets hoger komen. Dan kan je het op een andere manier zien. Zo, zie je mijn hoofd niet meer. Maar goed, op de uitademing. Duw je de armen naar elkaar toe. Dus doen we nog een keertje samen. Adem diep in. En blaas uit. Nice. Zo, eventjes 3 van die mooie ademhalingen doen. Diep inademen. Langzaam uitblazen. En je armen zo naar elkaar toe brengen. Dan heb je een prachtige oefening om eventjes te connecten met die drievoudig verwarme meridiaan. Wat zijn jouw ervaringen? Ben je bekend met bodycoaching? Doe je andere oefeningen voor de drievoudig verwarme meridiaan? Herken je de boodschap? Of heb je iets nieuws geleerd, een nieuw inzicht gekregen? Laat het me even weten in een reactie hieronder. Heb je weer een nieuwe inspiratie gehaald? Ben je blij geworden van deze video? Geef me een duimpje. En natuurlijk word ook eventjes lid van mijn YouTube kanaal door je te abonneren. Klik eventjes op de knop en dan zien we elkaar in de volgende video. Bye!